Hallo, hallo, ja. Hij vervangt zijn broer en zus niet, maar het voelt wel zo. Het voelt alsof ik aan het rouwen ben voor twee oudere kinderen. Het voelt alsof ze dood zijn, maar in je achterhoofd weet je dat ze leven, omdat je ze niet elke dag spreekt. Je ziet ze ook niet elke dag. Dus hij is degene eigenlijk die mijn leegte een beetje vult. Rotterdam, de grootste jeugdzorgregio van Nederland. Meer dan 1800 kinderen wonen in een pleeggezin. Onze stad telt honderden verhalen van ouders die hun kinderen kwijtraakten. Dit is één van die verhalen. Ashanti is pas 21 jaar oud als ze op straat komt te staan met haar twee kinderen. Een zoontje van 3, dochtertje van 1 en geen onderdak en inkomen. Ze schakelde hulp in van het Leger des Heils en komt in de vuurtoren terecht. Een crisisopvang. In het begin vond ik het... Ja, ik was daar alleen. Ik voelde me alleen. Laat me zo zeggen, omdat ik was gewend met mijn tante, met mijn nichtjes en mijn kinderen. En toen, op een gegeven moment zat ik daar met twee kinderen. Zonder vriend, zonder tante. Dus ik vond het best wel moeilijk. Hier, zeg maar, in deze hoekje erachter... had ik de maxi-cozy van mijn kind, van mijn dochtertje, zo'n witte kastje, dus een commode stond hier. En hier de box van haar, hier een kast, een grijze kast, kledingkast. Hier stond mijn tv, hier de bank en zeg maar daarachter sliep ik en mijn zoon eigenlijk op een tweepersoonsbed. En dat was het. En daar moest je het mee doen. En maar wat voor... Ashanti was je toen je daar woonde? Dat is een goede vraag. Wat voor Ashanti was ik? Ik beschrijf mezelf... ik werd heel snel boos. Ik was niet rustig. Ik kon ook niet luisteren. Ik wou doen wat ik wou doen, eigenlijk. Dat was ik. Ja. Ik was heel snel op mijn tenen getrapt. Zei iets wat ik niet leuk vond, kon ik nooit naar je toe komen van... De manier hoe je iets hebt gezegd, vond ik niet leuk. Ik ging gewoon altijd terug schreeuwen of ik was klaar om te vechten met iedereen. Jong, baldadig en haar zaken niet op orde. Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond krijgt lucht van de situatie en grijpt in. Ashanti's kinderen worden onder toezicht gesteld en ze moet komen praten over het schenden van afspraken. Wat een afspraak. Bij jeugdzorg, maar omdat ik iedere keer mijn emoties gewoon te veel waren en ik wist van, ik kon niemand slaan en zo, uit het altijd uit tranen. Ik moest altijd huilen. En mijn zoontje, die besefte heel veel al. En iedere keer bij een gesprek vroeg die mama, waarom huil jij? En ja, moet je zeggen, nee, mama heeft pijn of het gaat gewoon niet even niet. En toen hadden ze gevraagd van, kan je nou afspraak komen zonder je kinderen? Maar ik laat mijn kinderen nooit achter. Jeugdbescherming laat de afspraak niet doorgaan en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Ashanti besluit haar kinderen onder te brengen bij familie. En ja, toen hebben ze laten gaan. Het was een weekendje, dacht ik, want ik zou op een maandag een afspraak hebben. En ik dacht van, na die afspraak ga ik ze zelf ophalen. Wat nooit zo is geweest. Ja. Want wat gebeurde er tijdens die afspraak maandag? Kwam ik en is gelijk gezegd, je kinderen komen niet meer naar huis. Ze moeten blijven waar ze zijn. Of je werkt mee, anders kiezen we zelf een pleeggezin. Het heeft me echt gebroken. Nu nog steeds, als ik erover moet praten met sommige mensen. Soms kan ik er luchtig over praten. Maar ja, het breekt je gewoon iedere keer weer. Ja. Lukt Ashanti om haar zaken op orde te krijgen. Halverwege 2017 heeft ze onderdak en inkomen. Om haar kinderen terug te kunnen krijgen... is dan nog een onderzoek naar haar opvoedvaardigheden nodig. Ashanti en haar advocaat horen meerdere keren... hoe de rechter jeugdbescherming hiertoe de opdracht geeft. Maar zij weigeren. De kinderen van Ashanti zijn volgens hen beter af in het pleeggezin. En het beloofde onderzoek komt nooit van de grond. Doordat zij weigerden,
zo moeten we het zien, die opdracht van de rechtbank uit te voeren. En dat ze eigenlijk weigerde Ashanti de kans te geven, te laten zien, om voor haar kinderen te zorgen. En dan denk je, hè, een uithuisplaatsing is een ultimum remedium, zeggen we, een laatste optie. Hier was daar geen sprake van. Is dit echt daadwerkelijk een laatste optie? Als dat het doel is, hè, om de opvoedvaardigheden te verbeteren, of dat een belangrijke voorwaarde is voor kinderen om weer thuis te kunnen wonen, is het natuurlijk essentieel dat je daar goed onderzoek naar doet. En is het natuurlijk heel opmerkelijk dat het onderzoek dan vervolgens niet plaatsvindt. Sowieso, als je het hebt over besluitvorming bij uithuisplaatsing, is het volgens de richtlijn uithuisplaatsing heel erg van belang dat je kijkt aan de ene kant naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind en aan de andere kant ook naar de opvoedvaardigheden bij ouders. En dat moet je altijd meewegen. Uiteindelijk is de rechter het eens met jeugdbescherming. Ashanti's kinderen blijven in het pleeggezin. Waarom jeugdbescherming het onderzoek nooit uitvoert, blijft onduidelijk. Zie bijlage 3. Tot op dat moment was er veel onduidelijk over. Ik vind het heel jammer, maar ik kan helaas niet op de hele specifieke casus van mevrouw Hendrikus ingaan. Wij doen dat niet om ook de privacy van ouders en ook kinderen te borgen. Dus dat is ons algemene beleid. Daar kan ik echt helaas niet op ingaan. Wat zo opmerkelijk is en bijzonder en juist bijzonder wrang, is dat een rechtbank de opdracht geeft aan een instantie om iets te doen. De rechtbank doet dat niet één keer, die herhaalt dat verzoek. Maar dat dat onderzoek uiteindelijk er niet van komt, of een gedeelte niet van komt, of helemaal niet. En dan op basis van het ontbreken daarvan dus besloten wordt dat kinderen niet bij hun moeder kunnen opgroeien, dat maakt het wel heel opmerkelijk. Hoezo is er hier niks over gezegd? En wanneer gaat iemand hiernaar kijken eigenlijk? Wanneer ga ik eigenlijk weer wel de kans krijgen? Ik vind in deze zaak dat Ashanti heeft aangetoond de kans te verdienen, maar hem niet krijgt. Dat vind ik iets wat heel moeilijk te verkroppen is, ook voor mij zijnde als advocaat. Ja. Te meer omdat een opdracht wordt gegeven door een rechtbank. Die wordt ook gezegd, oké, deze moeder verdient die kans. En dat vervolgens dan niet gebeurt. Ik vind dat, dat voelt wrang. Voelt het soms alsof je gefaald hebt, zeg maar? Ja, als moeder. En ja, wat wil je tegen je kinderen zeggen straks? Het liefst sorry, want hun zien sowieso dat ik nu een kleine heb en dat hun er niet bij kunnen zijn. In november 2018 bevalt Ashanti van een derde kindje. En dit keer gaat het anders. Geen uithuisplaatsing, geen ondertoezichtstelling en geen jeugdzorg. Het gevoel weer onbeschrijfelijk. Ik was super blij. Ik voelde me gewoon goed. Ik dacht juist weer een kind waar ik van kan houden. Hoe gaat het nu met je kindje? Goed. Het gaat heel goed, ja. En ze hebben uiteindelijk gezegd van, Ashanti, jij kan het. We zien gewoon dat jij het kan, dus hij heeft geen OTS nodig. Waar ik heel blij om was. Het is de crisisopvang van het Leger des Heils waar Ashanti de juiste hulp vindt. Ze krijgt hoop en voor het eerst ziet ze licht aan het einde van de lange, donkere tunnel. In mijn gedachten ging er alleen maar om van, ik ben geen goede moeder. Dus eigenlijk behoor ik niet meer op deze wereld te leven, omdat ik toch mijn kinderen niet meer bij me heb. En toen kwam zij als een daglicht naar binnen van, nee, Ashanti, dit kan niet. En zij heeft zeg maar de knop weer kunnen omdraaien, samen met de therapie die ik heb gedaan. En dat ging best wel goed uiteindelijk. En ik miste het wel een heel klein beetje. Ja, ik had een directe persoon gekregen. En zij werd ook gelijk mijn begeleiding. En zij zei van heel direct tegen mij van, kijk, ik kan heel makkelijk met jou zijn. Ik kan moeilijk zijn, ik kan makkelijk zijn. En ik zie aan jou dat je pittig bent, maar ik ben net zo pittig als jou. En wij doen het hier samen. En je gaat naar me luisteren. Ik ga geen moeten gebruiken, maar je gaat naar me moeten luisteren. Moeten we het avond klaar? Ja.
als ik naar mijn zoontje kijk van nu, mijn jongste, dan denk ik van hoezo moet je opgeven? Ik moet me sterk kunnen houden voor hem en ik moet me ook sterk kunnen houden van die andere twee. Wat ga je nu doen? Nou, ik had goed nagedacht van ga ik verder vechten of niet? Ik had besloten dat ik toch nog een keertje ga. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. En ja, heb je, nee, kan je krijgen. Dus ik heb gezegd van, weet je wat, vraag gewoon opnieuw hoger beroep aan. Ik ga het gewoon opnieuw proberen. In de hoop dat ik gewoon een goede uitkomst krijg. In hoger beroep heb je de mogelijkheid om het nogmaals voor te leggen. Ik heb het idee dat het Hof deze zaak ook echt opnieuw bekijkt. En er is een kans. Ik kan alleen niet zeggen hoe hoog. Maar Ashanti grijpt alle kansen aan en vecht voor haar kinderen. Het zijn toch wel jouw kinderen. Je hebt net zoveel pijn gevoeld bij die andere twee als jouw laatste. Dus vecht gewoon voor die andere twee ook. Het zal ooit goed moeten komen. Ooit ga je horen van, weet je wat, jij hebt je best zo goed gedaan van hier zijn je kinderen terug. En misschien is dat ook wat de rechter wil. Gewoon jou keer op keer opnieuw zien komen, zodat ze het ziet van, oké, deze moeder geeft niet op. Niet opgeven. Niet, ja. Je moet vallen en opstaan, toch? Dat is gewoon doorgaan. Lille? Lille?